Lid. Boys, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Yes. In de video van gisteren zag ik King Alert iets zeggen over Mega Gadgets. Dikke shout-out aan Mega Gadgets voor het opsturen van deze spullen. Ik had dus een kijkje genomen op Mega Gadgets en ik had eens gekeken wat ze daar allemaal verkochten. Mega Gadgets is officieel de kutste site waar ze echt aids verkopen. Je kan daar ook aids kopen. What the fuck? Dat is een van de slechtste sites die ik heb gezien in de laatste jaren. Dingen die je echt niet nodig hebt in je leven. En ja, ik vond het grappig om eens te kijken op die site. Want echt, ik zweer het. Sommige dingen. Snap je, alles waar je op staat is dus letterlijk een idee van iemand. Alles wat hier staat heeft iemand bedacht. Laten we kruipende Halloween zombies verkopen. Waarom? Wie de fuck heeft er deze shit nodig? What the fuck? Het is helemaal nog niet zo erg, snap je? Het is Halloween als er iemand zoiets zou kopen met zijn huis te leggen en daarmee te spelen. Maar er staat dingen op deze site waarvan je echt zou denken, what the fuck? Eén van die dingen had ik in de video van gisteren ook getoond. Deze meat claws. Wanneer jij echt sterft van de honger, wil je niet netjes je biefstukje snijden. Je wilt dan een maalstuk vlees verslinden en uit elkaar trekken. Nee? What the fuck? Wat is hier de bedoeling van? Kan je dan zo je fucking vlees eten, net toch? Wat is deze handen gekregen voor iets, niet omdat wie de fuck verzint er deze dingen? Wie wordt er wakker op een ochtend en zegt, yo, wij zijn mensen, we hebben berenklauwen nodig om fucking vlees te eten. Lijkt ook niet echt op vlees, het lijkt meer op een eend die gewoon in elkaar, snap je, daar ligt zijn bek en zo in. Als een van jullie ouders meat claws in huis heeft en elke dag daar gewoon een vlees mee uit elkaar trekt en shit, zetten ze zo vlees op tafel, komen ze daar met een twee meat claws, beginnen ze daar gewoon in dat vlees te slaan en shit. Oké. The prongs are very sharp. You'll feel a little like Wolverine when you use them. Ik wil geen meat claws. What the fuck? Koffer barbecue. Dan heb je dus een koffer, maar het is eigenlijk een barbecue. De barbecue suitcase. Ik heb fucking veel moeite om merchandise te laten maken, maar dat het idee van een koffer barbecue heel licht, gemakkelijk om mee te barbecuen. Ahmed, yo, thanks for the review, boy. Zwaard paraplu. Oh, wie koopt deze dingen? Deze site moet toch fucking failliet gaan? Niemand heeft toch een zwaard paraplu nodig? Ben ik zo verkeerd? Snap ik de wereld zo helemaal niet meer dat ik niet snap dat dit hip is of zo? Yo, als je een van je ouders ziet thuiskomen en dan zeg ik, kijk, we hebben een zwart paraplu gekocht. Ja dan, dan zeg ik, yo, fuck this shit, yo, I'm out. Dit is de site, maar officieel de domste en de meest gefaalde ideeën ooit. Ik weet niet wie er op het idee komt om deze shit te maken. En hoe de fuck dat dan echt nog lukt, dat het echt gewoon gemaakt wordt. Is er hier vraag naar? Ga als echte ridder door het leven met deze super vette ridder zwart paraplu. Yo, kom die ridder zwart paraplu nu en dan kan je als echte ridder. Ja, deze paraplu biedt tot wel twee personen beschutting tegen de regen. Die echte ridder zwaard paraplu, snap je? Als mensen deze dingen kopen, dan hebben ze of te veel geld of gewoon echt de gekste mentale achterstand ooit. Heb je daarentegen altijd al gedroomd van een carrière als samurai, dan is de samurai paraplu... Dit kan niet. Dit kan echt niet. Ik dacht dat één genoeg was. Nee, dat is het niet. Dus ook een fucking samurai paraplu. Deze stoere paraplu heeft het handvat van een katana. What the fuck? Ik ga er gewoon de straat mee op. Ik heb scheid. De politie kijkt, maar ze doen niets. Zoals iemand ziet met een fucking katana op zijn rug over straat wandelen. En dan is die zo ha. En dan is het de paraplu. Ja. Now I can fight like a professional in any weather. The samurai umbrella from Nidorama. De beschrijvingen van alle producten op deze site zijn echt geschreven door één hele rare kerel. Met de samurai paraplu kan de strijd tegen de regen beginnen. En is een echte must-have voor de stoerdere types onder ons. Oh shit. Misschien moet ik dit kopen, snap je? Ik begin in de verleiding te komen om deze stoere paraplu te kopen. Ik ben wel één van die stoerdere types, snap je? Misschien moet ik deze paraplu kopen. Nope. Nee, echt niet. Echt niet. De Iron Samurai Watch Original. De fuck kan je hier het uur oplezen? Is dit een fucking hakenkruis? Yo, wat is dit voor... Oh. Oh shit, ja, het staat er zo in. Ik had het niet gezien. Het staat hier zo 18 en dan... Ah, oké, nu voel ik me... Oh. Ik voel me echt heel dom dat ik dacht dat het gewoon echt kleurde dingetjes waren. Maar dit lijkt toch op een hakenkruis? Oh, sorry, oké. Ik heb dingen gevonden op deze site, jullie gaan het niet geloven. Ik dacht dat ze alleen maar scheid verkochten op deze site waar je helemaal niks aan had. Ik dacht dat ze hier gewoon producten verkochten voor mensen die heel erg dom waren en die zo hele domme shit kochten en dan een huis daarmee volzetten. Ik ben verkeerd. Ze verkopen ook dingen voor rijke mensen die een mentale achterstand hebben. Als jij 3 miljoen euro te veel hebt, kan je deze subsurface watercraft kopen. Dit is geen fucking grapje. Ik dacht dat het speelgoed was of zo, maar dit is gewoon echt een fucking, weet ik veel, kleine duikboot. Berend Boomgaard zegt, werkt goed in ons zwembad. En Frank gaf Goor een leuk hebben dingetje. What the fuck? Waarom zou je dit kopen op Mega Gadgets en er 3 miljoen euro voor betalen? Kijk, ik snap deze site echt niet. Ze hebben nog fucking veel andere dure dingen. De
verkopen de Jetlab Flyer op deze site. Deze fucking jetpack. 131.000 euro voor dit ding. Super gaaf, voor op het water lijkt het net alsof je vliegt. Dat is de bedoeling van een jetpack, denk ik. Dat je echt gewoon vliegt. Wie zou er nu voor 131.000 euro als shit kopen op fucking mega gadgets? Je vertrouwt deze dingen toch niet? What the fuck? De kunst van het fidget spinnen. Is dit serieus? 30 super coole tricks. Dit kan toch geen fucking ding zijn. Als je dit voor je kind koopt, dan heb je of down, of AIDS, of je bent echt gewoon een fucking PLO. Oh my god. Ik ben echt hoop aan het verliezen de mensheid op deze site. Ik moet echt meer trucjes kunnen, dus ik moet deze hebben, yo. Even serieus. Je kan trucjes met een fucking fidget spinner ook leren zonder boek. Dat... Oh. Ik heb mijn fidget spinner teruggevonden. Yeah, boys. We in it. Ha! Snap je? What the fuck? Je hebt hier geen boek voor nodig. Dat is een dom stuk kut plastic. Koop geen... Staat er op een boek niet ook wie er dit boek geschreven heeft? Dit is echt een van de idiootste dingen die ik dit jaar heb gezien. Alleen met dit boek kan je die echte fidget spinner worden. Zonder dit boek is het niet serieus. Snap je? Dan kan je niet fidget spinnen. Dan ben je geen real massive legend. Ik ben blij dat deze hype over is. Snap je? Ik ben blij dat fidget spinnen geen ding meer is. En dat we niet meer met deze domme autistische dingen en... Ja. Ik ben blij dat we niet meer met die domme autistische dingen in onze handen zitten. What the fuck? Volgende zomer is er gewoon weer een nieuwe hype. En dan ga ik weer denken van what the fuck, wat doet iedereen hiermee? But is oké. Okay. Je hebt ook een top 50 op deze site. En daar staan de dingen die het meest gekocht zijn. Ik wil echt zien wat mensen op deze site het meest kopen. Nummer 1 is de 24 karaat gouden roos. What the fuck heb je hier aan? Dit is gewoon shit. De meat cluster in de top 50. Dat zegt wel over de mensen die deze shit kopen. Die emoji pillows van King Alert. Hey, lit. Oeh, zo cool. Yeah. Zo is het King Alert sowieso aan tafel met zijn twee kinderen en zijn vrouw. Gewoon met die dingen zo leuk cool aan doen aan tafel. Bah. Ik heb de drol gisteren om 7:10 gekocht en hij komt vandaag toch thuis. Oh my god. Dat is echt nice. Dikke shout out en mega kijk iets voor het opsturen deze spullen. Emoji kussens zijn alleen maar voor mensen die echt lit zijn. Snap je? Alleen mensen die echt cool zijn en die real swag hebben kopen die emoji kussens. Daarom koop ik die shit niet. Ik heb geen swag. Dit vind ik dan wel heel cool. En het kost maar 5 euro. Snap je? Het is die fucking Borat man. Mankini. Ik ben echt aan het twijfelen om hem te kopen nu. Ik ga het niet doen. Ik wil niet zo rondlopen met zo'n ding rond mijn ballen. Maar ik wil het echt doen. What the fuck? Yo, ik moet dit ding echt wel hebben. Sexy. Ja, dit is nice. Ik moet toch even... Dit is het eerste nice dingetje dat ik zie op deze site. Al de rest is echt autistische kutzooi. Snap jullie wat ik bedoel met autistische kutzooi? Een digitale verrekijkercamera. Als iets zo ingepakt zit, vertrouw die shit niet dat je sowieso eet. Lichtgevende vingerballen. Yo, dit doet me gevaarlijk veel denken aan Chinese bollen. Ik weet niet of jullie weten wat Chinese bollen zijn. Zoek daar even op. Dit lijkt er echt heel veel op. En dan geven ze nog eens licht. Dus dan komt er licht uit je. Fucked up. De kunst van het fidget spinnen staat ook gewoon in de top 5. 50 meest verkochte items. Hoe kan het ook niet anders? Er is een site van autistische mensen. Koop dit niet van je kind. Koop dit niet van Sinterklaas of zo. Koop dit niet van Kerstmis. What the fuck? Dit is wel lit, snap je? Inclusief links naar de beste video's om trucjes te leren met jouw fidget spinner. Waar wacht je nog op? 7,95 euro. Kopen deze shit. Waterdichte speelkaarten. Snap je? Voor als je wel kaarten en bad en zo. Als je wel kaarten in de regen. Dit heb je echt nodig, snap je? Het is belangrijk dat je kan kaarten in de regen. Dat je kan kaarten in het zwembad en zo. Dat is fucking handig. Je wil je kaarten natuurlijk ook onder de kraan houden. Holy shit. Dit kan niet. Dit kan echt niet. What the fuck? Yo, ik weet niet of mijn ouders op deze site iets hebben besteld. Maar het kan volgens mij niet. Ik denk dat duidelijk is dat het exact hetzelfde is als wat ze op Mega Gadgets tonen. Dit kan geen fucking kruidenschaar zijn. What the fuck? Mijn mama kan niks besteld hebben op deze site. Dat mag echt niet. Hallo? Mama. Ja. Een heel belangrijke vraag voor je. Ja. Je moet goed luisteren. Heb je ooit al iets besteld op megagadgets.be? Nee. Waarom hebben we dan zo'n kruidenschaar in huis leggen? Omdat ik je het aanbied. Je hebt dat zeker niet gekocht op megagadgets.nl. Dat ben ik. Dank u wel. Gelukkig, anders is dit niet wat ik moest doen. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Isit. Dit is geen campagne. Fuck megagadgets. Wat een kutsite. Tot de volgende keer. Klik nog op een andere video. En subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En like deze video. En vergeet niet op een andere video te klikken. Je kan nu, ze staan in beeld, snap je? Doe dat even. Tot de volgende keer, bye.